We zijn vandaag bij Tuincentrum De Boet. Al meer dan 40 jaar het adres voor tuinmeubelen van onder andere Hartman. Wauw zeg, moet je kijken, alsof ik de hele eigen wereld van Hartman binnenloop. En hier staan mijn favoriete stoelen. En weet je waarom? Ze zitten namelijk heel erg lekker, kijk. En ze hebben geen kussens, want ik word namelijk heel vaak door mijn vrouw naar buiten gestuurd om weer die kussens naar binnen te halen. En dat hoeft hier dus niet bij. En wat helemaal een bijkomend voordeel is, ze stapelen heel goed, waardoor je, kijk, heel veel plek overhoudt. Mijn persoonlijke favoriet is de Jamie Oliver Lounge Set. En het ideale is namelijk, je hebt alles in één, dat is bespaard ruimte. Je kan hier een barbecue in doen en zo'n ijsbucket waar je lekker je flessen wijn heerlijk gekoeld in kan bewaren. Ideaal! Wat helemaal belangrijk is, is dat je eerst de functie van je tuin definieert. Dus wil je alleen zijn, lekker relaxen, helemaal niemand om je heen, dan gebruik je deze Hartman. Of je hebt een gezin of vrienden en dan ga je naar deze tafel waar je misschien wel met 5 of 6 mensen heerlijk omheen kan zitten. Wil je nou spullen waar je jarenlang van kunt genieten? Ga dan voor kwaliteit en niet alleen maar om goedkoop uit te zijn, maar ga voor een mooie, goed gemaakte diningstoel. Ga voor een mooie, zwaar materiaal, goede lounge set. Ga voor kwaliteit, want die spullen staan natuurlijk in de winter, in de regen en in de zon staan ze in de zomer. Maar kies mooie spullen waar je jarenlang mee kan genieten. Dus let op je budget, maak een keuze, maar maak wel de keuze vanuit kwaliteit. Kijk, bij de keuze voor je tuinmeubelen moet je natuurlijk eerst luisteren naar je eigen smaak. Maar daarna moet je goed nadenken over het materiaal. Teak is prachtig, maar vergt veel onderhoud. Dikker, minder en aluminium is heel goed stapelbaar, goed schoon te maken, maar heeft veel minder onderhoud nodig. En heb je nu functie, kwaliteit en materiaal afgestreept? Kan je nu gaan kijken naar wat voor sfeer je wil hebben in je tuin. Dat moet natuurlijk passen bij je inrichting, bij de stijl van je huis, ook de stijl van de tuin. En dan ga je natuurlijk kijken naar kussens, naar potjes of vazen. En dan kan je kijken op hele mooie sites als Pinterest of hele mooie bladen kun je kijken. Maar ook op hartman.nl, daar staan hele mooie en bruikbare tips. Ik bedoel, was het leven maar zo makkelijk?